merken dat steeds meer studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen of onderzoeksinstellingen met mobiele devices rondlopen. En er is steeds meer mobiel internet beschikbaar. Dus ja, dan kan je mobiele apps gaan maken die hier slim gebruik van maken. En die dus onderwijs en onderzoek gaan versterken. En daarom zijn we deze Summer School begonnen. Om de mogelijkheden en wat erbij komt kijken om apps te maken. Om dat te ontdekken samen met deze medewerkers van onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen. Daarnet heb ik het gehad over de verschillende platformen. Ik heb verteld over hoe Android, Apple, iOS enzovoort zich verhouden, wat de verschillen zijn. Maar ook platformen, de verschillende tools waarmee je kunt programmeren op die verschillende besturingssystemen. Je weet niet wat studenten meebrengen naar het les. Dus ik denk als je een app maakt, dat het vooral belangrijk is dat die op heel veel platformen draaien. Ze maken een soort storyboards. Maar niet iedereen is er goed in tekenen, dus ze maken fotootjes, printen we uit, krassen erin. En op zo'n manier proberen we een heel concreet verhaal te maken van wanneer die app gebruikt kon worden, door wie, et cetera. Het idee wat we nu hebben, moeten natuurlijk de komende dagen erachter komen of het ook realistisch is, maar om een soort peer feedback app te maken. Waarin studenten in een klassikale situatie gelijk feedback kunnen geven. Er zijn heel veel apparaten beschikbaar die niet gebruikt worden. En er zijn heel veel onderzoekers die apparaten nodig hebben. En de bedoeling is om die bij elkaar te brengen. Vol met vragen kwamen ze binnen. En we hebben ze steeds meer stof gegeven om over na te denken. En gaandeweg werd het steeds meer van yes. We krijgen een idee, we gaan aan de slag. En op een gegeven moment was het dus zo dat ze het niet meer los wilden laten. We hadden een paar vragen waarmee we hier naartoe kwamen. Of we zelf een app zouden kunnen bouwen of dat we zouden moeten uitbesteden. Nou, die vraag is voor ons wel beantwoord. We kunnen het waarschijnlijk wel zelf. Welke tools we daarvoor moeten gebruiken is ons ook een stuk duidelijker geworden. En we hebben een aantal mensen leren kennen die ons die hetzelfde doen als wij. Die waar we ook heel veel aan kunnen hebben. Ik denk dat voor mij het meest, ik ben niet een heel erg technisch persoon, dus voor mij was het heel erg interessant om te horen wat de didactische invalshoeken waren. Met betrekking tot mobiele apps. Ik vond het heel leuk om te zien waar iedereen mee bezig was. En ik heb in ieder geval toch wat meer technisch inzicht gekregen. Dus dat scheelt sowieso alweer. Ik heb ook wel zicht gekregen op alle stappen die nodig zijn om te komen tot een app. En ik denk dat het wel dat je hier ook wel uithaalt dat je goed een gesprek kan voeren met iemand die ook een app moet ontwikkelen. Of dat je het met een team van mensen doet. Dat je met elkaar, zowel de technische mensen het snapt, maar ook meer de achtergrond van een idee.